Woelige wateren, zeeratten, stuur. Dat hebben ze ook op een schip. We mogen vandaag mee met de garnaalvissers. Maar we gaan dat niet doen, want dat was super vroeg opstaan. En ik heb een super drukke week achter de rug. Dus zijn we hier in Oostende voor garnaalkroketten te proeven met culinair curator Kobe en de hengst van de diepzee, Willem Hiele. We gaan niet eten, hè. Zo zweten al, jongen. Goed, hè. En nu is het voor recht, hè. Hé, maar zo zit ik al zonder rassen. Ik ga met die man even de Dini. Daar komen de garnaaltjes toe. Ze noemen die in Oostende Dimitri Vegas. Willem, kunnen we ons wat gidsen? We zijn aan de vistrap. Vetse vis allemaal. Van vannacht gevangen. Makreel, tarboot. Maar de stad Oostende heeft betaald voor de garnalen. Hè? Dus we moeten de garnalen in de picture zetten. Garnaal. Wie bent u, mevrouw? Ik ben Dini. Na de vangst van 's nachts verkoop ik hier de garnalen en de vetse visjes op de vistrap. Zullen wij als we eens wat proeven? Is dat raar? Maar je mag die kopjes en die sterretjes ook opeten. Maar ik zag dat altijd uit. Ik wil dat ik in je ogen kijk. Nee, van alles is nog geen weet niet. Sabine, ik mag wel iets vragen. Wat maakt er nu een echte Oostendse garnaalkroket zo goed? De goede verse garnaal, hè. Allee, de jus van goede kwaliteitsgarnaal. Dat was al tof. Speciale mensen, de kindjes zijn ook klaar. We gaan garnaalkroketten gaan eten in Hotel Rubens. Die heeft daar nog gewoond. Allee, hij had een Airbnb vroeger. Het is nu een hotel geworden. Airbnb Rubens. Dat stond in het script. Maar ik heb vroeger niet kroket, maar ja. Misschien de blaad niet vindt. Maar zo. Als ook goed zacht. En dat er zo een beetje heel moleus van ben, hè? Maar echt waar. Ik weet dat het verbeeld was, maar deze is echt fucking goed. Ik smeer het u. Wel, nee, ik had dat niet verwacht. Bij ons in Aals, ook bekend voor de garnaalkroketten natuurlijk. Van Frituur Wilfried. Dat zijn die zo super hard. En dan. Is dat zo echt niet te dikke gepaneerd ook en ja. Al? Mega moleus. Echt een calippo voor volwassenen. Nou, wat volk in het restaurant of toch? Het zit nog altijd vol. Mensen moeten komen heen. Ja. Maar ja, als je erbij bent, kan bij mij. Anders moet ik dat zo doen en dan zitten we aan het volgende restaurant. Want internet. Ah, garnalen, zalig. Santé. Heb je daar zo geen gedichtje voor uit de losse pols? Hoe het reizen van het rankenrit. Ken je? Wat je daar zelf? Is Guido vanzelf van Aals? Ja, hè? Nee, jongens, van Brugge. Ja, van Brugge. Daans is van Aals. Daans, ja. We moeten nu soep niet hebben. Priester Daans zal ons wat soep geven. Amai. Is hier een citroentje bij? Zijn jullie voor citroen? Doen we dat erop? Ik kan dat wel hebben. Ik vind dat ook wel leuk. Oh, ik ook. Totaal anders. Hier veel vaster. Nou, niet dat zijn dat vaster is. Ik kom dus ook veel lopend. Ik vind het meer lopend. Meer lopend ik ook. Ja. Ja. Dat doe ik graag. Het ding is spel. Ik bel ook met een viandel trouwens. Dan heb je korst en een curryworst. Moet zetten dat ook wel specerijen en dat ik ook niet kan thuisbrengen. Het recept gaan we niet mogen weten, zeker. Is er een heen? Muskatnoot. 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 Maar zij wisten het niet, maar ik had het wel direct. Maar ja. Ik vind het toch schoon als je als specerijen gebruikt, maar je zodanig subtiel kan zijn dat je niet weet. Het is wat dat juist is. Van een keu, een beetje voort doen. Hangt er nog peterserie aan? We komen van Adelientje. Die kroketten waren zo goed, eigenlijk kunnen ze dat croquetamine noemen. En we gaan nu naar Madame Croquet. Denk iets chique, ik weet niet wat ik moet verwachten, maar Madame de Croquet. Hallo, dag Madame Croquet. Ik ben meneer Jonas. Ik heb hier twee topchefs mee. Enchanté. Enchanté, bienvenue. On va parler français, nous sommes. Ik heb wel beslist aan mijn volgende vaste relatie. En Française, ja? Ik heb besloten om mijn volgende vaste relatie een keer te proberen te behouden. Santé, jongens. Kom maar een keer naar de keuken. Madame, est-ce qu'on peut regarder? Oui. Oh la 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 la. Voilà, ici on a les crevettes. Hé, jongens, dat hier dan een keer goed gezien. Hey. Die is krokettenhaai, hè? Madame Croquet? Oh, ze is super, hè? Ik vind hier de skill super tof. Het jasje. De krokettenschil. Vous voulez un petit verre? Non, merci. Non? Non. Un grand dan? Non plus. Ah. Mijn eerste Franse mop, yes. Kroketten. Op naar het volgende. Eetcafé Poseidon. Waar Altijd een heel goed verhaal van heeft. We gaan dat nu uitvinden onderweg. Kom. Eigenlijk toch drie sexy mannen, hè? Oh. Santé.
perfect na 16 kroketten als het is. Klein blondieten. Mag komen. Ja, maar kijk, het is stampvol, hè. Arnaud, dat is niet normaal, hè. Stampvol, hè, maat. En Poseidon is de shit, yo. Dat is hier echt Down the Road seizoen 4, hè, dat wij hier de startschot zijn aan het geven. Maar dat wel voor mij volledig nieuw is dit. Wat is dat? Misschien kun je daar een covid-test mee doen. Heb je een covid-test moeten doen, hè? Nee. Je zit daar, het eerste dat je kunt doen is... Je moet gewoon... zeggen. Je moet dat zeggen. Salut. Salut. Salut, hè. We nog eentje gaan eten, nog eentje. Oostende Mabel, jongen. Hier zie ik gevormd in dat kotier. Oostende Mabel, dat rijdt niet eens. Oostende Labelle. Oké, gasten op Sam. We zijn hier voor de laatste kroketten van Oostende. Ik ken nog niet eens slecht, niet. Ze zijn allemaal verschillend, dus we zijn ook benieuwd naar de uwe, Sam. Ze gaan beginnen bakken. Hebben we eigenlijk het geluid al van een gebakken garnaalkroket? Ja. Laat het smaken, hè. Amai, Jeroen. Oh, dat is schoon, hè? Ja, schoon. Ja, hè. Schoon van kleur, Patsch. Ik vind ze super lekker. En lekker dat hij zegt, je kunt er verdomme heen. Niet meer geen garnaal in proberen, hè. Wat vinden we nu van de Oostendse garnaalkroket? Wat maakt ze speciaal? Ik vind het gewoon al de max dat we op 5 plekken geweest zijn en dat we op 5 plekken gewoon een passie geproefd hebben van mensen. Hier zit er werk in. Hier is er over nagedacht. Ja. Hey, weet je, en dat proefde. Dat is toch een beetje het ding voor het karakter van de Oostendenaar zelf. Eenzinnige zo een beetje. Laat me rust, kom aan mijn ding doen. En toen zie je dat ook in die kroket. Nee. Zo, keer op keer was het zo tot van... Het gaat nog steeds niet over nuances. Het zijn totaal verschillende dingen. Oké, prachtig. Wat moet je allemaal zeggen op tijd? We moeten even afronden. Maar zonder zeven, ik heb mij hier één neig geamuseerd, maar allemaal heel toffe mensjes. Ik heb Willem hier gaan de kraam openen, kroket Amine. Allemaal welkom. 2021 gaat dat zijn, denk ik. Maar ik ga niet vertrekken zonder dat wij hele sexy beelden op het strand maken.